Dit is Nieuwsmix van juli 2013. Welkom bij Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Een maandelijks tv-programma van de lokale Omroep Mail. Met interviews, nieuws en sfeerbeelden van activiteiten uit Mail, Langeboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Kortom, dit is Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Onze dames, die normaal gesproken de aankondigingen doen, genieten van een welverdiende vakantie. We zullen deze uitzending dus met mij moeten doen. In het eerste item hebben we een drietal onderwerpen. We beginnen deze uitzending op 28 juni, want toen mocht Sanavisie het ZKN-certificaat in ontvangst nemen. Dit werd gevierd met een bescheiden feestje. Op dezelfde dag was er ook bedrijvigheid bij de Toren van Hout. Daar werd namelijk de kelder geplaatst en zo komt men een stapje dichterbij het realiseren van hun plannen. Zondag 30 juni was er in het centrum van Mail de All American Day. Dit is een nieuwe markt die eerder bekend was onder de naam 50s and 60s Day. In het begin van dit jaar heeft Sanavisie Body Kliniek aan de Hoogveldseweg in Mail een audit ondergaan waarbij keuringsinstantie Kiwa Sanavisie gecontroleerd heeft op de zware kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk. Vrijdag 28 juni ontving Sanavisie Body Clinic officieel het certificaat uit handen van Annette Hoeman. Iedereen zegt altijd, je moet geen hiërarchische organisatie hebben en je moet niet bang zijn om elkaar op fouten te wijzen. En als ik dan in de praktijk zie dat dat is, dan vind ik dat, dan doe ik het goed. ZKN is de branchevereniging van de zelfstandige klinieken in Nederland. Er zitten nu 200 klinieken bij ZKN die lid zijn of kandidaat lid. Tot vandaag waren jullie er ook. Hè? Dus vandaag worden jullie ook volwaardig lid van ZKN. Wat doet ZKN? ZKN voert onder andere de belangenbehartiging uit voor de klinieken in Nederland. Van harte gefeliciteerd met het behalen van het ZKN-keurmerk. Een hele prestatie. Dankjewel. We zijn ook heel erg trots op. Na gedegen voorbereidingen is de prefabkelder bij de schoorsteen van de voormalige houtfabriek van Hout aan de Wanroosjeweg in Mail geplaatst. De plaatsing van de kelder met een gewicht van ruim 20 ton is het belangrijkste onderdeel van de bouwfase 2. Door deze kelder met pompinstallatie kan het verwachte hoogwater worden tegengegaan. Dat is noodzakelijk omdat in de kelder de technische installaties worden geplaatst van onder andere mobiele telefonieaanbieders. De restauratie van de eerste fase is in 2011 gereed gekomen en hield een volledige renovatie in van de schacht en het rookkanaal van de schoorsteen. Nu staat fase 3 op het programma. De schoorsteen zal voorzien worden van een speeltrap en een bordes. Vanaf 55 meter hoogte heeft men dan een prachtig uitzicht over de gemeente Mail en directe omgeving. Als alles volgens plan verloopt,
zal dit in 2014 gerealiseerd worden. Zondag 30 juni stond de eerste All American Day in Mail op het programma. Na 5 achtereenvolgende jaren in 50s en 60s Day georganiseerd te hebben, werd deze dit jaar veranderd naar een All American Day. Behind.
night there was a two more miles to the county line. Show down, little Jaguar, keep cool, little Thunderbird boy. Old sheriff was counting on the dough of gray, his pay with pushes, cat in May. Thunderbird saw the Jack gaining speed and waved goodbye, Jaguar, pulling the lead. Jaguar said, you ain't one to raise that. Go back around the bird like a saber jet. Sheriff's one bumper was a yard behind when the deeper and the Jaguar crossed the line. Slow down, little Jaguar, keep cool, little Thunderbird boy. De lokale omroep Mail bestaat dit 25 jaar en organiseerde onder meer een loterij. Alle prijzen zijn inmiddels opgehaald en de eerste en de tweede prijs, daar waren we met de camera bij. De eerste prijs werd gewonnen door de familie Peters uit Haps. Die kregen een fiets uitgereikt bij Kroon Fietsen in Mail. En de tweede prijs was een ballonvaart en deze werd gewonnen door de heer Van Deurzen uit Wilbertoort. Goedemiddag, beste mensen, beste prijswinnaars en beste gullegever, Kroon. We hebben hier een prachtige fiets die de lom mag vergeven door middel van een loterij. We hebben een loterij gehouden en ja, de familie Peters, zegt de voornaam is. Wim. En u? Ria. Ria en Wim, die hebben de fiets gewonnen, hè? En Willem, ja, we zijn jou erg erkentelijk dat je de lokale omroep op die manier steunt. Nou mag ik jullie van harte feliciteren. En ik zou zeggen, hebben we etiketjes van de lom, dan plakken we er een mooi etiketje op. Ik wil de familie Peters heel graag feliciteren met de fiets. En ik hoop dat ze nog veel mooie kilometers op mogen maken in ieder geval. Maar op een gegeven moment op een ver, op een grote afstand is het natuurlijk heel ver. Dus dat kan best zo zijn dat ik heb mijn buurt hier van Westerheerderheid richting de rest of de andere kant richting Hamburg. Dus dat is al te verrassen. Ja, dat ja, is mij nog. Ja, ja. Ik weet wel wat weg om wat weg te doen. Goed, wat we nou gaan doen is het volgende. Ik ga dadelijk eerst bellen of wij of we überhaupt weg mogen. Want ja. Kijk, hier zitten wij, het volgende weg. Oh ja. We kunnen straks ook goed zien. We toestemming hebben om het gebied van volgen. Dus okay. Van volgen. Ja. We moeten toestemming hebben om daarin te mogen komen. Maar dat is verder niet een probleem. Nee. In dit derde deel nemen wij je mee naar Langenboom.
Schaakclub Devo 86 organiseerde afgelopen maand voor de 18e keer haar jaarlijkse grote rommelmarkt. Vrijdagavond 12 juli was er een bedrijvigheid in het gemeentehuis van Mil. Ruim 60 deelnemers waren aanwezig van de Vierdaagse Nijmegen die het t-shirt in ontvangst namen wat aangeboden werd door Stichting Activiteiten Mil. Arnold Adriaans hield op 15 juli een open dag in zijn imkerij die gevestigd is aan de Rockstraat in Langenboom. Dit in het kader van de Open Imkerijdag. Mil werd deze maand opgeschrikt door een grote brand bij de firma Klomp. U hoort postcommandant Wim Jansen en ziet beelden die onze cameramensen maakten van deze brand. Schaakclub Devo 86 hield voor de 18e achterinvolgende keer haar jaarlijkse grote rommelmarkt op zondag 7 juli jongsleden op het voetbalveld achter Café De Bens. De rommelmarkt duurde van 10 tot 5 uur. Vele artikelen veranderden van eigenaar en de organisatie kan dan ook terugkijken op een geslaagd evenement. Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat wij u allemaal hier uitnodigen op het gemeentehuis om even u wat moed in te spreken en ook wat leuke spullen hier te scoren waarmee u onderweg mooie sier kunt maken. En dat is natuurlijk allemaal nodig omdat onderweg ook wel eens af en toe de man met de hamer langskomt of er een bepaalde fase is waarin even wat minder gaat. En dan helpt het natuurlijk als er iemand u uit het groepje waarin u loopt, even wat moed inspreekt, of, en daar gaan wij vandaag als gemeente voor zorgen, of als er dan een tasje met energie beschikbaar is. Een tasje met energie, daar zit van alles in voor als de man met de hamer komt, dan kunt u daar even wat extra energie uit opdoen. Eerlijk gezegd is deze activiteit niet een activiteit die het initiatief is van de gemeente.
De eerlijkheid gebiedt mij dat te zeggen. Dus het initiatief van de Stichting Activiteiten MIL, SAM. En SAM die is zo goed om elk jaar ook iets uit te reiken aan alle lopers uit onze gemeente. En dat is een t-shirt in een opvallende kleur. En dit jaar, u heeft het misschien al gezien, is het wel een heel opvallende kleur. Ik wens u voor de route onderweg heel veel mooi weer. Mooi wandelweer. Het schijnt een beetje heet te worden, maar ik hoop dat het voor het wandelen allemaal mooi weer wordt. Ik wens u veel doorzettingsvermogen en in ieder geval en veel plezier. Maar voor het, als het volbracht is, wens ik u vooral allemaal heel veel voldoening toe. De Stichting Activiteiten MIL, wij doen dit voor volgens mij het derde achtereenvolgende jaar. Dat we een shirt beschikbaar stelden. De eerste was oranje, vorig jaar blauw. Dit keer turquoise, zoals ze het noemen. Stichting Activiteiten MIL, dames en heren, is een stichting die geen subsidie ontvangt. We vragen het ook niet aan. En als je het niet aanvraagt, krijg je het ook niet. Maar we willen het ook helemaal niet. Wij organiseren twee activiteiten door het jaar heen. Dat doen we samen met RKSV Juliana MIL. Dat is de braderie en dat is de vakantiejaarmarkt. Maar bij promoten hoort ook onze mooie gemeente buiten de gemeente promoten. Nou, vandaar dat we dus 3 jaar geleden begonnen zijn met het beschikbaar stellen van die shirts. Totaal doen er uit de gemeente MIL dit jaar aan die Nijmeegse wandelvierdaagse 104 mensen uit onze gemeente nemen eraan deel. 66 van die mensen hebben zich aangemeld om voor een shirt en volgens mij zijn er 40, 45 zouden vanavond hier zijn. Langzaam zeker, dames en heren, zover dat we de shirts uit gaan reiken en zo meteen een foto gaan maken. Dus ja, we hopen dat u daar straks allemaal vrolijk gaat kijken op de foto. Dan kunnen we die ook weer gebruiken in onze PR. Goed, ik ga u heel veel succes wensen bij de Nijmeegse Wandelvierdaagse namens Stichting Activiteiten MIL. Dankjewel. Voor de vierde, achtereenvolgende keer, heeft de NBV de Open Imkerijdagen georganiseerd. In Langenboom komt men terecht bij Arnold Adriaans aan de Rochstraat in Langenboom. Op deze manier wil men het imker zijn bij een groter publiek bekendmaken. Belangstellenden konden hier terecht en werden onder meer gewezen op de mogelijkheden om tijdens een bijenseizoen de werkzaamheden van een imker van nabij mee te maken en mogelijk actief mee te doen. Het aantal brandweerkorpsen wat opgeroepen was, zo snel en zo groot, zo fors. Ik denk, die rijden elkaar in de weg. Ja, dat valt wel mee. Hè. Ja, die melding die wij die melding kregen, ik liep thuis weg en ik zag al die hele grote rooklom. Dus er werd al heel snel een grote brand gegeven. En normaal gesproken dan komt mail als eerste natuurlijk, als de mail is. Mm-hmm. En in dit geval zijn mail met 2 voertuigen uitgerukt. En toen werd op een gegeven moment een grote brand gegeven. Toen is Zeeland erbij betrokken en toen werd er zeer grote brand. En toen is ook nog Post Haps gekomen. Nou, en dan heb je 4 posten daar. Dan heb je ook nog vanaf boven defensieve brandbestrijding. Hebben 2 redvoertuigen daar gehad. Eentje vanuit Graven en eentje vanuit Uden. Voor de water hebben we ook nog de waterwagen van Uden gehad. En de grootwaterspot van Korps Waalwijk is ter plaatse gekomen.
Weet iedereen op zo'n moment, want er komen zoveel korpsen tegelijk naar die brand toe. Ik heb me voorstellen op een gegeven moment de brandweer zelf ook niet meer weet waar moeten wij naartoe. En is dat allemaal vooraf wel een heel eind geregeld? Ja, kijk, de plaatselijke korps weet natuurlijk de situatie. Dat is ook echt een grote pluspunt. Hè. Dus je weet ook meteen van hoe ziet de situatie eruit. Ik was daar zelf heel erg goed van op de hoogte. De eerste tankhoudenspuit, daar zat de bevelhouder William Vergemert op. Die rijdt dan door tot aan het pand zelf. Ja, en ik wist al aan de kant van de Polsduinstraat, daar zit Wim Polman met 50 tot 60 oldtimers in zijn pand. Daar moet je niet aan denken. Nee, dus ja, ik wist dat, dat die heel kort erop zat. Dus we zijn met de tweede voertuig meteen aan die kant ingezet. En dan, ja, iedereen weet toch wel heel snel. Wij zijn toch wel heel erg hiërarchisch ingesteld, de brandweer. En we weten meteen ook van elkaar wat we moeten doen. Ja, dan is het zo dat er op enig moment komt er een waar ook is, vuur, zeggen ze dan, hè, zo mooi in dit geval. Het water moest zo ver weggehaald worden. Ze waren er helemaal niet op voorbereid. Nou ja, natuurlijk zijn we erop voorbereid. En ik heb ook een hele hoop mensen gehoord die roepen dan van allerlei cretologieën, er is geen water en de boeren zijn aan het spuiten. En hoe kan dat nou dat de brandweer geen water heeft? Brandweer had water. Voldoende voor een beginnende brand, woningbrand. Maar op zo'n grote brand dan heb je nooit geen voldoende water. Op geen enkele industrieterrein. En al die putten die we overal in onze gemeente hebben. Ja, die liggen daar natuurlijk ook. Hè. Je hebt daar 150 mm ringleiding ligt er, onder 75 mm ligt er een put. Maar als je daar meerdere tankautospuiten op gaat zetten, dan valt die druk natuurlijk terug. Hè. Dat is thuis ook. Als je boven een douche bent en de vrouw gaat de afwas doen, dan zakt die druk ook weg. De vaatwasser, ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar dus dus bij de brandweer is zo geregeld, als er een grote brand wordt gegeven, komt het groot watertransport. En dat betekent gewoon, primair ligt er gewoon bluswatervoorziening. Die was ook voldoende. Maar secundair moet je dan het water gaan halen. In dit geval is dat bij de Defensiekanaal. Dat is 1100 meter verderop. Dat is een end. Dat is een end. Alleen daar zijn we op voorbereid. We hebben daar speciale voertuigen voor. Daar zitten die slangen al aan elkaar gekoppeld in. Die worden uitgereden met 20 km per uur. Dus binnen 20 minuten tot een half uur ligt daar gewoon een leiding van 150 mm. Dus een van die korpsen die was eigenlijk al bij het Defensiekanaal. Nou, toen er grote brand gegeven wordt, dan wordt automatisch een van die korpsen opgeroepen die dat specialisme hebben. In dit geval is dat Polswaanrooi voor ons, dat die het korps erbij is. En die komen dan ter plaatse en die weten al precies van, nou, het Defensiekanaal ligt daar en het ligt ongeveer 1100 meter van het pand af. Die informatie hebben ze allemaal. Die gooien daar een dompelpomp in en die heeft dan een hele grote capaciteit. En die gaan die slangen uitrijden en dan ligt er dus een verdeelstuk recht voor het pand. Waar al die mensen op aan kunnen sluiten die dan op dat moment er staan. Maar het begin is altijd spannend, want dan moet er overal water zijn. Dan heb je veel tankautospuiten nodig. En dan is het even nog overbruggen tot die leiding er ligt. Ja, hoe snel waren jullie erachter dat de brand zelf eigenlijk niet te blussen was? Ja, eigenlijk al. Toen ik thuis wegreed, zag ik al de brand van die omvang. Die vuurbelasting in dat pand bij Klomp is zo groot. Dat is allemaal spanerplaten voor die keukens met formica erop. En op een gegeven moment, toen wij daar aankwamen, zat hij al volledig in het dak. Zat hij ook al in de isolatie en de dakbedekking. Dat zegt al iets. Ja, dan gaat hij vroeg. Als je helemaal in het dak zit en uitslaand is, dan is er één geen houden meer aan. Dus voor ons was gewoon, toen we daar aankwamen, de eerste prio was Wim Polman. Omdat daar de bron, langs dat brand eigenlijk begonnen is. Dus overslag naar dat pand was voor ons prio 1. En vervolgens ligt er wel heel dicht tegenaan. Ja, ligt er een meter vanaf. Hoe hebben jullie daarvan af kunnen halen? Ja, dan is het gewoon daar met man en macht daarop inzetten. En proberen dat vuur, zal ik zeggen. Het geluk wat we hadden, dat de wind de andere kant op stond. Als de wind recht op Polman had gestaan, dan had ik het nog niet gehad. Nee, dat was een kansloze missie. Dat was een kansloze missie. Nou, kansloos is het nooit natuurlijk, maar dan zou het nog spannender zijn geweest. Ja. En uiteindelijk, er was dus een compartimentscheiding tussen de bedrijfshal en de showroom. Nou, we hebben hem daar ook tegen kunnen houden. Er zit natuurlijk nog wat schade aan, hè, waterschade. En ook gewoon, op een gegeven moment ontzet zo'n pand ook door de warmte. Dus de vraag is of de showroom ook nog herbouwd kan worden. Is wel eigenlijk bespaard gebleven, maar in hoeverre dat het schade is, dat is niet aan ons, hè, dat doet de expert. En vervolgens hebben we de woning kunnen houden, maar dat is nog erg spannend geweest. We sluiten deze uitzending af met een 81-jarige die nog regelmatig surft op de Kuilen in Langenboom. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with Bob, dip-da-dip-da-dip, dip-da-dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, bop, dip, 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 surf, bop, dip, dip, surf, bop, dip, 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 surf, bop, dip, dip, bop, bop, dip, 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 bop, bop, dip, dip, surf, bop, dip, 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 surf, bop, dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf
with me. Pop, dip, 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 pop, dip, dip. From the early morning to the middle of the night. Anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Wij zijn op het ogenblik in Langeboom bij de Kuilen, beter bekend voor de Meelse mensen als de Meelse Kulen. En bij me zit een krasse tante van 81 jaar, Annie van der Ven uit Wanrooi. Hoe lang surfen jou? Nou, van wel 30 jaar denk ik. Heel lang. Toen mijn zoon had nog geen rijbewijs en dus moesten we altijd met de plank naar allerlei plassen en... Toen vond hij zijn plank te groot. Toen heeft hij een kleinere plank gekocht. En toen heb ik die plank overgenomen. En met mijn dochter gingen we mee. En dan deden we ook leren surfen. Hè. Mijn dochter kon het heel goed. Ik ben een echte mooi weersurfster. Dus. Heb jij een bepaalde surfplank die aangepast is voor oudere mensen? Nou, ik heb nu een klein zeiltje. Meestal tijd een middelmaat zo. En jaren geleden wel een groter. Maar op een gegeven moment dan wil je toch iets makkelijkers hebben. Dus ik heb nu een heel klein zeiltje. Omdat het vandaag ook een 3 windkracht is. En dat is best een stevig windje. Wat beweegt jou ertoe om zo lang en te surfen? Nou, het bewegen en het water, dat heeft ons altijd aangetrokken. We zijn vaak naar de Veerse Meer en daar reed ik vaak alleen naartoe. Mijn man hield niet zo van surfen. En dan zegt, nou, dan reden we 's morgens weg en dan gingen we daar lekker tot 1 uur of 3 en dan weer naar huis. Heb je ooit iets meegemaakt dat je zegt, dit was toch wel een beetje gevaarlijk of het was moeilijk of het ging helemaal niet? Moeilijk wel, als het een beetje hard ging waaien, dan laat je zeil los en dan, dan gaat het niet verder. En dan is maar peddelen, hè? Dan peddelen maar naar de kant. Dus gevaar zit er niet in. En ik heb wel altijd een zwemvestje aan, want als je van de plank afgaat en je valt onder het zeil, dat zeil valt dan over je heen. En dan vond ik altijd een beetje naar. Dus heb ik altijd een zwemvestje, dus je gaat onderaan. Je bent meteen weer boven en dan klauter je maar weer op de planken en dan gaat het maar weer verder. En heb je nooit gedacht van ik stop ermee, want ik heb het nou wel een beetje gehad. Het is gevaarlijk, want ik ben tenslotte 81 en ja, als er iets gebeurt, ben je er nooit bang voor geweest? Nou, dat komt eigenlijk een bepaalde reden. Ik heb altijd in Drunen gewoond en toen gingen we naar achter Vlijmen naar het Engelermeer. En dan heb je allemaal bekenden en op een gegeven moment... is mijn man er niet meer en ja, dan houdt het op. Hè. Dan ben je bekende kwijt. En toen mijn zoon woonde in Zeeland hier bij Schaik. En daar was ik heel vaak omdat die een boerderij aan het verbouwen waren. En zodoende heb ik ook bij Joost Center, dat was de dienstkameraad van mijn man. En toen kwam ik daar meer, maar ja, die houdt niet zoveel water. Dus toen is er eigenlijk... minder van gekomen, want je moet toch eigenlijk een hele middag, 's middags gaan en dan optuigen en wat surfen en dan in de namiddag weer naar huis. Maar dat duurde dan te lang en dus dat is eigenlijk een beetje verwaterd, zeg maar. Maar is er nou ook een tijd dat je zegt van nou, ik ben aan het surfen, ik doe met wedstrijden mee of ik doe ergens mee met anderen? Hè? Of doe je het gewoon puur voor de sport en voor de gezondheid? We hebben wel eens op het Engelermeer wel eens wedstrijdjes gedaan. Maar ja, dan had ik altijd kleinere gastjes bij die aan het pas leren. En och, dan deden we met z'n vieren of zo. Maar verder echte wedstrijden niet. Nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Dankjewel, Annie. Ja. En hoe ging het, Annie? Buitengewoon, ja, hartstikke leuk. Maar ik kreeg de wind een beetje verkeerd en dan ging het plonsen. Nou, we hebben dan de kans gaan kijken, maar echt vol bewondering hoor. Want alle mensen hebben steeds zitten kijken hoe jij zo mooi op en neer ging. Ja, maar dat kan ik ook, ja. Alleen grijpen durfde ik niet. Ik moet er dan grijpen bij dat huis. Ja. Maar dat durfde ik nog niet zo, omdat dat een poosje geleden was. Maar het ging verder goed. Hè? Nou, het ging geweldig. Het weer is mooi meegevallen en de wind was goed, was niet te veel. En morgen weer meer surfen. Morgen ook weer even surfen, natuurlijk.
Paul Moors, ondernemer in Mil. Hoe kijk je terug op vandaag, tot nu toe? Nou, tot nu toe is het een geweldig succes van. Mede dankzij het voortreffelijke weer, want dit is het meest geschikte weer dat je kunt hebben voor een dergelijke activiteit. Dus ik vind het een geweldig succes. En niet als ondernemer alleen maar gewoon ook als Millenaar. Maar daarnaast vind ik de vakantiejaarmarkt ook heel belangrijk voor Mil als gemeente. De vakantiejaarmarkt is een toeristisch trekpleister voor de gemeente. En ik denk dat er een heleboel mensen nadat ze de vakantiejaarmarkt bezocht hebben ook nog eens een keertje naar Mil terugkomen. Gezien onder andere ook de mooie omgeving van Mil.